Het was ongelooflijk bizar, krankzinnig en niet voor te stellen. Wat een week. De Waalwijk Fanatics zullen volgend seizoen met minstens 9 man naar de Kuip komen. Sparta keert terug naar de Eredivisie. Dick Advocaat flikt het gewoon en Snijboon is om zeer duidelijke redenen afwezig. Verder heeft Tims Philippe nog steeds niet gescoord en kroonde Liverpool zich tot koning van de armoede. Kortom, meer dan genoeg te bespreken. Op naar weer een nieuwe aflevering van de derde helft. Een beetje warm hier aan. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan. Het is snikheet. Rustig. Ja, ik. Einde van 20 jaar studio sport. Snikheet. Hallo luisteraars, Titus hier. Ik zit in een snikhete studio. Met alleen maar de broers, Gijs en Tim, want Snijboon is eventjes afwezig. Dat is niet erg, daar gaan we het zo nog over hebben. We gaan hem zelfs nog even inbellen, als het allemaal goed is. We gaan nog meer mensen inbellen. We gaan Philippe, die de afgelopen tijd viral is gegaan, de teamgenoot van Tim, nog inbellen. Maar daarnaast komen er nog heel veel andere dingen aan te pas deze uitzending. We hebben natuurlijk weer over de keukenkampioen, divisie, playoffs, promotie, degradatie, voetbal, et cetera. Europa League playoffs. We hebben de Champions League finale, Europa League finale. En zoals altijd een heleboel randzaken van het voetbal. Kortom, weer een bomvolle uitzending. Ik zie Gijs al helemaal bang naar mij kijken. Wel leuk dat je er bent. Hoe is het, Gijs? Ja, wel prima wat je zegt. Een klein beetje warm hier. Hè? Maar klein beetje warm. Voor de rest, ja, ik heb er zin in. Het is ongelooflijk veel gebeurd de afgelopen dagen. Ook op onze kanalen. Dus ik ben benieuwd hoe we Philippe en of we hem te pakken krijgen. Ja, druk man als hij is. En Snijboon nog te pakken kunnen krijgen ergens. Ja. Ja, precies. Want we zitten hier natuurlijk in een redelijk lege ruimte voor ons doen. We hebben eigenlijk altijd wel 4 man hier. Maar laten we meteen even over die Philippe beginnen. Tim, dat is jouw teamgenoot. Je had het vorige week al over een spits uit jouw team die niet had gescoord. Ja. Toen noemde hij hem nog niet eens bij naam. Tegenwoordig kent half Nederland de naam Philippe, omdat die op een bepaalde manier helemaal viral is gegaan. Ja, Philippe uit zaterdag 5. Ja. Vorige week had ik bij Buitenspel, inderdaad vertelde ik over, bij gebrek aan beter trouwens, over dat wij... We hebben als team zaterdag 5 meer dan 80 doelpunten gemaakt. En we hebben een spits en die heeft er 0 gemaakt. Dat is op zich een prestatie op zich. Dus wij hadden toen na de wedstrijd bedacht van we moeten die week moeten we even wat leuks verzinnen. Dus we sturen maandag een grote ballon met een 0. Sturen we op naar zijn werk. Dinsdag een taart met Philippe, 0 doelpunten. Woensdag een beker. En op een gegeven moment kwam iemand op het idee om de spits van zondag 1, Rayo Ignacio, heet hij toch, Gijs? Riley heet hij. Riley Ignacio, die is kampioen geworden met AFC. Of die een videoboodschap wilde inspreken voor Philippe. Want ja, Philippe die had het wel nodig. Even wat tips, weet je wel, op die manier. Die kwam binnen, dat was vrij, het was leuk, dat vonden we grappig. Toen iemand uit het team vroeg toen Ruud Gullit van, kan jij me niet misschien een filmpje opnemen, want ja, verhaal er vertellen, weet je wel. En die gasten die vonden dat allemaal wel grappig. Op een gegeven moment is dat balletje gaan rollen en het is volkomen uit de hand gelopen. Ik heb gisteren samen met een teamgenoot interviews moeten afgeven aan Hart van Nederland en AT5 vlak voordat wij onze een playoff wedstrijd speelden, waar Philippe overigens niet bij was. Maar dat maakt niet over uit, hij scoort toch niet? Precies, het was alleen maar chill. Konden we eindelijk met 11 man spelen. Maar die bekende Nederlanders, die hebben elkaar gewoon weten te vinden. Want die vonden dit zo'n soort van sympathiek initiatief. Het was een jongen die in de derde klasse reserve geen knikken raakt of ze even een filmpje wilde opnemen. En dat is gegaan van Max Verstappen naar Little Kleine, naar Ruud Gullit. We hebben net Matthijs de Ligt kwam langs, Edwin van der Sar. En Gijs, jij hebt ook nog een duit in het zakje gedaan, of niet? Ja, nou ja, Tim en ik zaten naast elkaar alle filmpjes een beetje te bekijken. En toen dacht ik ineens, ja, ik ken iemand die bij de LA Galaxy speelt. Een vriend van mij waar ik vroeger mee gevoetbald heb. Want jij hebt een tijd in Amerika gevoetbald, ja. In San Francisco, ja. In je studententijd. En daar speelde deze jongen er ook achterin. Dus ik dacht, ja, op een onbewaakt ogenblik stuur ik hem gewoon een DM'tje. Niet dat ik hem dagelijks spreek, maar hey, dit en dit is er gaande. Ja. Je stuurde nog een filmpje van Martin Garrix mee om te laten zien van het is serieus. Ja, en Kennedy Bakayoglu. En toen zei ik van, zou jij eventueel kunnen proberen om namens de Galaxy een filmpje in te sturen? En toen zei ik dus haakjes, het zou awesome zijn als Ibra er ook in kan voorkomen. En nog geen 10 minuten later kreeg ik een filmpje terug waar echt geweldig, alle verwachtingen werden noem dat, overstegen. Waarin Ibra zich tot Philippe richtte. Wel met wat heftige bewoording. Dus ik vroeg daarna van, yo, is het oké als we dit plaatsen en delen?
En toen was Ibra alweer met de Noorderzon vertrokken. Dus moest ik een dag wachten met het plaatsen van het gouden materiaal wat we hadden op het internet. Denk je dat Ibra hier ooit wakker van zou liggen als er dit soort teksten verschijnen? Kijk, ik kreeg een heel erg schuldgevoel. Ik ben te netjes misschien voor deze wereld. Ja, voor deze mediawereld. Maar goed, uiteindelijk was alles oké. En mochten we hem opsturen en op internet zetten en het ontploft echt. Ja, dat was inderdaad de kers op de taart. Maar daarvoor had ik zeg maar met de mannen die we al hadden. Dus er was een groepje van 20 BN'ers. Had ik eventjes een compilatietje gemaakt. En die had ik naar Dumpert gestuurd. En die was binnen een dag ook al meer dan 100.000 keer bekeken. En toen is echt dat mediacircus een beetje begonnen. En ja, maar moeten wij niet inspringen in dit mediacircus en moeten we hem niet even bellen? Jij spreekt hem volgens mij bijna dagelijks. Ja, als we hem kunnen bereiken, dan dat weet je natuurlijk nooit tegenwoordig. Hij wordt ook door 538 en door Pauw gebeld, dus niet normaal. Dus laten we proberen gewoon en als het niet lukt, dan lukt het niet. Oké, top. Geluidsmannetje Dirk, gooi de telefoon maar aan. Ik weet niet of die opgeeft. Ja? Vili? Ja, wacht even een beetje. Jo. Waar is die gozer? Hij is op open. Ja! Phil, je weet dat je wel de trending man bent van Nederland op dit moment, hè? Ja. En je zit nu ook nog eens in de derde helft. De meest trending podcast van Nederland. Nou, dat is zo'n peer. Wacht even twee seconden, ik wil een beetje van het geluid. Philippe, kan je ons weer goed horen? Ja, ik hoor je nu. Ja, top. Tiet is hier van de derde helft. Waar ben je nu precies? Ik ben op open air. Kijk eens aan. Genoeg publiek voor jou daar. Want jij bent inmiddels wereldberoemd. Heb je de afgelopen dagen beleefd? Ja. Ja, bijzonder. Hè? Het is... in één keer kom je in een mediaspektakel. Maar, Phil... Ja. Wat is het laatste filmpje wat je nu binnen hebt gekregen? Ik kreeg net Van de Sar binnen. dat is eigenlijk denk ik de laatste die ik nu binnen heb gekregen. Maar het zal zeker niet de laatste zijn, toch? Dat weet ik niet. Ik denk, ja, we hebben natuurlijk Zlatan gehad. Dat was natuurlijk wel een beetje het hoogtepunt. Moet je nog iemand bedanken? Ik weet niet of het nog beter wordt dan Zlatan, dat weet ik niet. Maar Phil, ja. Moet je daar niet nog iemand voor bedanken? Nou, dat denk ik wel. Want die houdt nu de telefoon vast, hij zegt wel niks. Is dat de broer niet hier? Zeker, ja. Dat is grote klasse. Ja, Phil, de lijntjes zijn kort, hè, dat weet je. Ja, dat vind ik grote klasse. Mocht je nog iets van Ibra nodig hebben, laat het even weten, want ik bel hem meteen naar de uitzending voor je. 538 belde me dus net op wanneer ik met hem de training ging doen en of zij dan de beelden mogen hebben. Mooi. Hey. Dat is toch heerlijk. Phil, wij hebben exclusiviteit, hè? Dat weet je. Ja, uiteraard. Ik weet wie me groot gemaakt heeft, dus dat is toch heerlijk dat 50 echt die beelden wil hebben, daar kan ik echt op lachen. Zeker, Philip, maar je kan waarschijnlijk om heel veel lachen nu heel veel mediabekendheid, maar uiteindelijk is het wel allemaal rondom iets vrij negatiefs, want je hebt gewoon een kutseizoen gespeeld, maar ervaar je dit wel allemaal nog steeds als iets heel moois? Nou ja, kijk, uiteindelijk, iedereen wordt uiteindelijk afgerekend op het resultaat. Ja. Dus als jij in 20 wedstrijden niet één doelpunt maakt, ja, dan is dat niet goed. Dan geeft dat te denken. Ja. En dan moet je ervoor zorgen dat het in de toekomst wel beter wordt. Oké, en denk je dat je onder de bezielende leiding van Tim volgend jaar gewoon nog in de basis mag staan? Het ligt er denk ik heel erg aan hoe ik de zomer doorkom. Ik heb voor mezelf een aantal doelen gesteld. Dat is wel sowieso een aantal kilo eraf. Ja. Maar praten we dan over 1-2 of over 10-20 kilo? Nou, we zitten een beetje tussen 1-22, denk ik. Een beetje in het midden. Phil. Ja. Heel veel eerlijk, heb je al DM's gekregen of niet? Als ik nu nee zou zeggen, zou ik liegen. Maar heb je serieus veel volgers erbij? Want die streaker bij de Champions League, die heeft nu een paar miljoen volgers erbij op Instagram. Hoe zit dat bij jou? Die is wel harder gegaan dan ik, maar ik zit gewoon nu mijn volgertje op 1500 erbij. dus dat is toch wel bijzonder. En wat ook wel leuk is, ik ben dus nu op open air. Ben ik nu een keer of 4-5 op de foto gegaan al met vooral vrouwelijke fans. Kijk eens aan, zeg.
Ja, dus dat zijn de mooie dingen. Wat heerlijk. Maar jij zegt, uiteindelijk telt het resultaat. Dan is 20 potjes niet scoren, maar uiteindelijk wel op open air met een aantal vrouwen op de foto gaan. Toch een prima resultaat voor jou? Dat is een prima resultaat, maar goed, je bent voetbal is een teamsport. En uiteindelijk gaat het wel dat we met z'n allen het beste resultaat behalen. En ik denk dat als ik... Ik had de rest van het elftal kunnen helpen. Dat heb ik niet gedaan. Daar voel ik me schuldig over. Ja. Dus in dat opzicht... Tim gaat nog steeds met niemand op de foto. Nee, ja, dat is het probleem. Maar had hij vandaag met me meegemoeten, denk ik. Want dan was hij denk ik wel... had er vandaag de vruchten van kunnen plukken. Nou, Phil, we moeten helaas afsluiten. Maar één ding waar we wel naar uit kunnen kijken... is als jij 15 kilo kwijt bent en dan gaat strieken. Want dan gaan de volgers helemaal omhoog, hè? Nou ja, dat is misschien wel leuk inderdaad. Dat is het volgende wat we gaan doen. Hey Philly, sky is nu de limit. Hè? Je kan nu in principe kan je overal aanschrijven. Wat, heb je nog een droom? Een droom qua? Ja, ik weet het niet. Misschien iemand die nog een berichtje... Er zijn een aantal dingen die hoog op mijn lijstje staan. Raiola. Ik zit te wachten tot hij me belt. En ik denk dat hij in een package deal... dat hij me bij iedere club in Europa nu kan krijgen. Samen met mijn vriend Matthijs. Dus ik heb al links en rechts laten doorschepen dat ik daarvoor opensta. Ik zou heel graag een keer spitsen training willen met Klaas-Jan Huntelaar. Okay. Ja, oké. Okay. Dat lijkt me leuk. Mits Edwin van der Sar op goal staat. Dus dat zijn denk ik wel, dat zijn wel de twee dingen die bovenaan staan. Oké. Okay. Hey Phil, ben je morgen bij training of niet? Ik ben morgen bij de training als mijn persverplichtingen toelaat. Ik kreeg net een belletje van Paul. Jullie niet onbekend. Zeker niet. Of ik daar morgen aan tafel wil aanschuiven. Dat heb ik nog in overweging. Dus daar kom ik... Ik heb met ze afgesproken. Daar kom ik morgenochtend op terug. Als ik daar niet aan ga zitten, dan kom ik trainen. Dus uitstekend. Uitstekend, Phil. Oké, jongen. Rustig aan, hè. Veel plezier, Phil. Oké, jongens. Succes. Later. Hoi. Doei. Jezus, jongens, wat een verhaal dit toch eigenlijk. Als je hem dan nu zo spreekt, Tim. Niet normaal. Nee, het is bizar. En ik denk, het is gewoon, het is zo... Ik denk dat het viral is gegaan, omdat het zo herkenbaar is. En het is super sympathiek en het is gewoon positief. Iedereen vindt het lachen wie die Philippe nou is. Ja, geniaal. Is toch superleuk. Ja, toch? Ik denk dat wij nu wel eigenlijk echt even over voetbal moeten praten. We zitten nu al 10 minuten dat niet te doen. En wij moeten gewoon heel wat wedstrijden behandelen. Er is afgelopen week op veel verschillende vlakken ongelooflijk veel gebeurd. En om het overzichtelijk te houden zullen we deze aflevering de week in omgekeerde chronologische volgorde behandelen. Om te beginnen met de Champions League van zaterdag. Zo, enorm fluit. Zo, we zijn weer wakker. Enorm fluit. Tottenham Hotspur tegen Liverpool. Nou ja, 0-2. Was dit een typische finale tussen twee ploegen uit dezelfde competitie, jongens? Nou, ik denk dat het een typische finale was tussen twee Engelse ploegen. Want ik heb het even voor mezelf geanalyseerd. Ik zat er eens over na te denken. De Europa League finale, twee Engelse ploegen. De Champions League finale, twee Engelse ploegen. Ik weet het. Er doen misschien niet heel veel Engelse spelers mee. Nou, gisteren dan wel iets meer. Maar in de Europa League finale één Engelse speler. Maar ik denk dus dat die Engelse identiteit van Kick and Rush... dat zo ingebakken zit in die clubs... dat ook al halen ze spelers van buitenaf... het lukt ze niet om gewoon prachtige wedstrijden op de mat te leggen. Het ziet er gewoon niet uit. Ja, eigenlijk wel. Was het jammer? Ik had heel erg uitgekeken naar deze wedstrijd... en het viel toch wel een beetje tegen. Nee, het viel zeker tegen. Maar ik ben het niet helemaal met Tim eens. Want het is het feit dat het tussen een finale is... tussen twee ploegen uit hetzelfde land... dat is het volgens mij meer dan dat twee Engelse ploegen geen goede wedstrijd op de mat kunnen leggen. Want je ziet natuurlijk wekelijks, als je naar de Premier League kijkt, dat er echt hele leuke wedstrijden tussen zitten. Dus ik vind het echt een finale. Twee ploegen die elkaar door en door kennen en daardoor tactisch en technisch heel weinig ruimte toegeven. Maar in de Spaanse finales dan, zie je dit dan ook? Nou ja, ik kan me niet zo 1-2-3 eentje voor de geest halen. Maar ja, we kregen ook veel vragen van waarom was deze finale zo saai. Ik denk dat het feit dat het een finale is en dat twee ploegen elkaar door en door kennen... dat het gewoon niet bijdraagt aan de entertainmentwaarde van zo'n finale. En het viel inderdaad hartstikke tegen. Terwijl ik dacht, na 24 seconden, ik ging er even lekker voor zitten. Paul van Boekel en Danny Makkely, het VAR-duo. Die zaten nog niet. In blinde paniek, na 24 seconden moesten ze naar hun schermpje sprinten... om te kijken of het echt een penalty was. En toen dacht ik, dit is echt heerlijk wat zo'n wedstrijd nodig heeft. Een hele vroege goal, waardoor de wedstrijd een beetje open komt... maar niets bleek minder waar...
Ja, het was eigenlijk een pot in mijn ogen zonder uitblinkers. En dat zegt genoeg. Tim en ik zaten hem samen te kijken. En we zaten ook gewoon te ouwe hoeren over van alles en nog wat. Dat doen we wel vaker. Maar de gebeten hond, Sissoko. Ja, maar ik vind het wel interessant. Ja, om nou op Sissoko terug te komen. Het was een wedstrijd zonder uitblinkers. En dat is gewoon het het schoolvoorbeeld of het verhaal achter een geen leuke wedstrijd. Niemand blonk uit. Ik vond niemand maar goed je niemand slecht. Maar je wil net iets zeggen over Sissoko? Nou ja, Sissoko blonk uit in mijn ogen, omdat hij nooit op 6 mag staan bij Tottenham. Waarom niet? Nou ja, hij kan gewoon niet zo goed voetballen. En dat maakt niet uit. Maar dan moet je hem niet in een Tottenham opstellen. Want Tottenham wil heel graag van achteruit opbouwen. Dat betekent dat je, we gaan heel technisch praten, het verdedigende middenveld blok met Harry Winks. En dan Sissoko heel vaak aan de bal krijgt. Als je door wil combineren. En dat lukt gewoon niet. Want Sissoko heeft niet het vermogen om open te draaien en de juiste kant te kiezen. Wat Eriksen bijvoorbeeld wel had. Dus wat ik had gedaan, is dat Eriksen een linie teruggeschoven. Waardoor je Eriksen en Winks had. En twee mogelijkheden om er voetballend uit te komen. Ja, maar Sissoko kan je prima opstellen bij Liverpool. Uitstekend. Die hebben veel directere speelstijl. Fysiek. Hij kan heel veel afstanden overbruggen. Is half paard, half mens. Dus hij loopt een paar mensen overhoop. Dat is echt top. Maar voor een voetballende ploeg is hij gewoon geen nummer 6. Ja, maar Gijs, Harry Winks en Eriksen lijken toch al te veel op elkaar. Maar nu konden ze alleen Winks bereiken, Tim. Dat is zo makkelijk om af te sluiten. Je kon Sissoko gewoon vrij laten. Want die deed toch niks met de bal, behalve een beetje terugspelen. Dus als je zo wil spelen zoals Pochettino beoogt, moet je met twee voetballende zessen spelen. Een beetje zoals Ajax is. Want die hebben Frenkie en Schöne. Bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, uiteindelijk bleef het dus een beetje een taaie wedstrijd om naar te kijken. Totdat er een prachtige streaker het veld op kwam. Kinsey Wolanski. Ja, ik vond het wel een leuk moment. Zeker, Tim, je haalde het net al aan in ons telefoongesprek met Philip. Die heeft er gewoon even 2 miljoen Instagram-volgers ja, bij ik gepoetst. Ik zat te denken, moeten wij volgend jaar Snijbo niet gewoon naakt? Dan gaan we gewoon een hele grote bitterbal op die grote buik van hem schilderen. En dan rollen we hem gewoon dat veld op. Want dat is echt de beste reclame. Want wat je daar betaalt aan reclame, een beetje Super Bowl achter volgens mij. Je kan beter gewoon Snijbo naakt dat veld op rollen. Maar wat is dan je straf? Ze hoeft er maar nog geen nacht te zitten. Dus, en dan nog geen financiële... Jawel, klein tikkie maar. Ik denk dat we met de crowdfunding actie best ver komen voor Snijbo. Oké. Okay. Hey, ja, lijkt wel leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd hoe Snijbo hier tegenover staat. Maar zij heeft 2 miljoen volgers erbij gekregen. Ja, maar volgens mij is dat account nu even er vanaf. Ik probeer het net nog te checken, maar dat... mogen we terug naar de wedstrijd? Ja, zeker. Ik wil nog wel wat spelers af. Die Andy Robertson van ja, Liverpool. Bizar verhaal. Ik las net een stukje over hem. Dat hij in 2012, dat is precies 7 jaar geleden, stuurde hij een tweet de wereld in. Hij speelde toen derde divisie in Schotland. Bij Queen's Park, zoals het heet. En toen zei hij, life sucks at this age without money. Hashtag need a job. Dat was 7 jaar geleden. Toen was Andy Robertson 18 jaar. En wie had kunnen denken dat hij in 2019 op 25-jarige leeftijd, als een van de allerbeste linksbacks ter wereld, de cup met de grote oren omhoog tilde. Het is toch heel mooi hoe in 7 jaar iemands leven zo kan veranderen. Zo, hey, en afsluitend, prachtig voor het Nederlands voetbal, dit. Met Gini en Van Dijk die cup omhoog houden. We hebben toch weer 2 Nederlanders erbij die de Champions League hebben gewonnen. En ik zag een foto met Seedorf met de 2 winnaars erop. Ja, het is wel eigenlijk behoorlijk legendarisch weer wat ze hebben gedaan. En Van Dijk, ik las ook weer een stat. 64 wedstrijden op rij is er niet 1 speler langsgekomen in een dribbel. Niet dus ik heb nog even teruggekeken. Ik zat te kijken of die streaker er wel langs kwam. Maar die had natuurlijk die had geen bal. Maar die kwam er wel langs. Hey, de man van die streaker is trouwens ook een streaker. Ja? Die is ja, in 2014 ook het veld op gerend. Dat is die Vitali. Nou, die achternaam ga ik niet eens uitspreken. Maar er stond ook Vitali Uncensored op haar ding. Dat is zijn website. Ja, want zijn YouTube kanaal was uit de lucht gehaald. Omdat hij bepaalde content erop zette. Wat YouTube niet leuk vond. Dus daarom is zij in naam van zijn YouTube-kanaal het veld opgerend. Zo. Goeie reclame. Dan hou je wel van je man, hoor. Jongens, we zijn mede dankzij mij weer te veel aan het afdwalen, maar we gaan naar een weetje van Tim. Ik heb een weetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, la, 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 la. Ja, ja, ik heb echt zo'n heerlijk verhaal gehoord over een fan van Tottenham Hotspur. Die heet Ralph Turner, heet die. En je hebt als voetbalfan, je wordt vaak letterlijk met de paplepel ingegoten. Je hebt vaak een vader of een moeder of een oom die je voor het eerst meeneemt naar een wedstrijd. En bij Ralph was dat dus zijn vader inderdaad. Die is hartstochtelijk Tottenham Hotspur fan. En dat is ook de manier waarop hij
van voetbal is gaan houden. Nou is het zo, hij keek altijd de wedstrijden met zijn vader. Maar de Champions League finale, die kon hij niet samen met zijn vader kijken. Wat is er nou gebeurd? De vader van Ralph Turner heeft het boeddhisme ontdekt. En die is voor de wedstrijd, de eerste wedstrijd tegen Manchester City in de Champions League, is hij op 4 maanden retret gegaan. Ergens in Tibet of in het Midden-Oosten of ergens in het Oosten. En hij is dus 4 maanden daar en hij kan niet bereikt worden. Want je bent op retret, dus hij heeft absoluut geen contact met de buitenwereld. Dus die vader die heeft geen idee dat zijn club, waar hij enorm fan van is, dat die City heeft uitgeschakeld in de laatste minuut met dat VAR-moment. Dat Lucas Moura in de tweede helft een hat-trick maakt met zijn linkerbeen tegen Ajax. En dat dus nu zijn clubpie voor het eerst in misschien wel in de geschiedenis, denk ik, in de Champions League finale stond. Dus die Ralph Turner, die wilde dus zijn vader vertellen van, pap, Tottenham staat in de finale. Maar zijn stiefmoeder is de enige die een soort een nummer heeft van een veldtelefoon. En dat mag alleen gebruikt worden voor sterfgevallen binnen de familie. Dus dit is... Dus hij heeft zijn schoonmoeder vermoord. Ja, precies. En toen kon hij bellen. Ja. Nee. Maar dus hij heeft zijn vader... Hij heeft niet kunnen vertellen. Die vader die komt midden juli, komt hij weer terug. En dan gaat hij waarschijnlijk dat hele Champions League seizoen dus even rustig opnieuw bekijken. En dan bizar. Gaan kijken hoe zen die nog is. Maar dat is toch geniaal. Bizar. Mooi verhaal. Mooi verhaal. En wij gaan ook direct door naar iemand anders die op retraite is. Want we gaan even Snijboom proberen te bellen. Chelsea-Arsenal, daar wil het over hebben. De Europa League finale werd uiteindelijk 4-1 voor Chelsea. Maar Snijboon als trouw Arsenal-fan, die moeten we natuurlijk hierover horen. Dus Dirk, zet de telefoon maar weer aan. Laten we hem bellen. Take it away. Een hele goede middag. Ha, Snijboon. Mooi je toch nog in de uitzending te hebben. Laten we maar meteen die wedstrijd induiken. Nou, misschien wel niet. Waar zit je nu? Ik zit nu aan het Como meer. Oh, is het lekker daar? Het is 27 graden, dus het is iets kouder dan bij jullie. Maar het is desalniettemin is het hier fantastisch. Goed weer om de relatie te lijmen. Ik ben weer met mijn vriendin op stap. Oh. Dus dat wordt weer lijm als ik thuis ben. Oké, laten we dan nu wel naar die wedstrijd gaan. Dat vinden wij leuk. Jij waarschijnlijk wat minder, want jouw Arsenal ging er toch hard op met 4-1. Hoe heb jij dit beleefd? Ik zat met met andere fans in een Ierse pub te kijken. En dat begon als een hele leuke avond en eindigde echt in een drama en een hele grote dubbele kater de dag erna. Zo. Maar neem ons even mee door jouw rollercoaster aan emoties gedurende zo'n pot. Is dat echt met bier door de kroeg smijten van boosheid? Of zit jij daar gewoon een beetje heel stil alles op te kroppen en te nagelbijten? Nee, het bier gooien in de kroegen ben ik mee gestopt een aantal jaar terug. De eerste helft liet eigenlijk die wedstrijd, die koppelde zich wel een beetje aan het toeschouwersaantal en de ambiance. Het was echt een hele slechte wedstrijd. Ik viel me niks te genieten en ik merkte ook dat ik bijna gewoon met mensen aan het praten was en gewoon normale gesprekken had in de kroeg, alsof ik gewoon in de kroeg zat en niet naar het voetbal zat te kijken. Snijboon, hoezo ben jij een paar jaar geleden gestopt met bier gooien dan? Omdat ik allemaal kroegen niet meer in mocht. Dus ik moest even thuis kijken dan. Oké. Hey, was het uiteindelijk een terechte overwinning? Of kan jij dat heel moeilijk zeggen met jouw Arsenal hart? Nee. Het was heel makkelijk zelfs om te zeggen dat Chelsea volledig verdiend gewonnen heeft. Ik denk dat er geen één gunner naast Petr Cech was die zijn niveau haalde en die een voldoende scoorde. Ook al was alle kritiek van tevoren bijna op Cech gericht, was hij de enige die gewoon een voldoende scoorde. En bij Chelsea kwamen ze in de tweede helft gewoon veel beter in de wedstrijd en die hebben gewoon volledig verdiend gewonnen. Hey Snijboon, Gijs hier, ik ben er ook nog. Hallo jongetje. Hey, even een vraagje over, ik dacht eigenlijk wel dat je trots zou zijn, namelijk dat heel Arsenal expres de wedstrijd boycotten. Of had je dat gevoel niet? Zo'n rotjong ook. Nee, maar het was een dramatische... Uziel stond zijn vriend wel goed bij. Uziel die boycotte echt. Die heeft gewoon 90 minuten lang demonstratief niet meegedaan. Dat vond ik inderdaad klasse, als ik erover nadenk. Wie wel goed meedeed, alleen niet meer bij Arsenal speelt, is Giroud. Behaal je daar dan als stekker van? Ja, dat is wel een beetje de tegenstelling, hè. Ooit moest onze bij Arsenal zeer geliefde, geniale en vaak onbegrepen Olly Giroud, die moest het veld rijmen omdat de dure Gabonese Aubameyang binnen moest komen voor 70 miljoen. Giroud was het kind van de rekening en trok naar Chelsea zodat hij
in Londen kon blijven wonen en daar pinchhitter zou worden. Nou, heeft Chelsea zulke slechte eerste spitsen gehad dat hij ondertussen al een tijdje eerste spits is. Ja, en die 1-0, dat is gewoon een goal. Ja, die heb ik hem bij Arsenal zo vaak zien maken. Olly is gewoon echt een hele goede spits. En dan is het wel extra zuur dat hij hem op die manier maakt, juist in de finale. Maar misschien ook wel exemplarisch. Maar Snijboon, we hebben jouw Olly, zo hoe je hem noemt, verguisd tijdens het WK. Geen schot kwam tussen de palen. Nee, jij hebt Olly verguisd tijdens het WK. Hij is nu gewoon topscorer van de Europa League met 11 doelpunten. Sterker nog, zijn 16 doelpunten die hij dit seizoen gemaakt heeft in alle competities, als ik me niet vergis, zijn allemaal one-touch finishes, zoals dat heet. Stukje kwaliteit of durft hij hem gewoon niet vaker aan te raken? Het is denk ik ook een kwaliteit, maar ik moet zeggen, ik heb Giroud ook nog nooit een mannetje uit zien spelen. Dus dat is ook lastig. Nee, maar het is echt een heerlijke kapstokstut. Echt een hele goede om erbij te hebben. Ik denk dat bij Chelsea wel altijd het idee is geweest dat hij pinchhitter en tweede spits zou zijn. Maar door omstandigheden speelt hij veel meer en hij doet het niet slecht, moet ik zeggen. Mag ik ook nog wat zeggen, Snijboon? Dat mag altijd. Giroud is eigenlijk een beetje de reserve keeper onder de spits, hè? Hij is eigenlijk altijd wissel, overal. En dan komt hij er af en toe in als hij nodig is, toch? Nou, ik denk dat hij... Bij Arsenal was ook altijd het idee dat hij de tweede spits zou zijn. Dat was zo... Toen we Welbeck haalden, was het idee dat die eerste spits werd. We hebben Walcott een tijd gehad, die zou eerste spits worden. En eigenlijk pas toen Lacazette kwam, verdween Giroud echt naar de reservebank. En tot die tijd is het meer een type spits waarvan je denkt dat die reserve spits is, maar die tot zijn eigen verbazing altijd in de basis staat. Misschien een beetje meer als Lasse Schöne bij Ajax. Elk jaar denk je, nu is het klaar en elk jaar staat het er weer. Ja. Hey, Snijboon, afsluitend, want zoals je weet, wij moeten ook door. We hebben ook altijd maar 45 minuten. Even nog terug naar jou als Arsenal-fan. De afgelopen jaren ging het niet altijd even lekker. Zeker de afgelopen tijd was het rommelig. Dit was het laatste stukje hoop wat jullie nog hadden, die Europa League final. Hoe nu verder? Hoe zit jij erin voor de komende seizoenen als fan? Nou, we zijn de afgelopen weken natuurlijk onder andere ook vrij kritisch geweest op hoe het nu bij Feyenoord verder moest. En bij Arsenal heerst eigenlijk een beetje hetzelfde. De Champions League halen was eigenlijk de enige taak die er was. Er schenen al mondelinge akkoorden te zijn met Rabiot en Ziyech. En de enige voorwaarde waaraan voldaan moest worden is het halen van de Champions League. Dat is nu niet gelukt. Dus nu zitten we met 40 miljoen transferbudget. Nou, dat is in Engeland, kan je daar één been van een matige linksback van kopen ongeveer tegenwoordig. We hebben een verdediging die is zo lek als een mandje. En in Engeland breekt ook eigenlijk nog jeugd door. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen deze zomer. Snijboon, ik heb nog één laatste vraag. Hoe wordt er in Italië gereageerd op Filippo van zaterdag Cinque van AFC? Ja, het gaat er echt veel over. Er komen allemaal mensen op me af ook. Want ik loop hier natuurlijk ook in mijn shirt met een derde helft logo erop. Dus ik kan sowieso al amper op straat hier. En iedereen heeft het alleen maar over, Filippo, geen goals, hoe moet dat nou? Maar ik heb ze beloofd dat het goed komt en dat die volgend seizoen ook in mijn aanwezigheid, als dat nog doorkomt, de zaakwaarnemers zijn nog steeds in gesprek, dat er dan ook wel wat meer bruikbare ballen komen. Want ik vind dat er weinig met het vingertje wordt gewezen naar de flankspelers. Heel goed, Snijboon. Ik mag hem afsluiten. Ik vind namelijk dat ik te weinig tijd krijg als jij aan het woord bent. Dus wij gaan het nog even uitgebreid over Chelsea hebben. En dan wensen we jou een goed diner en een goede laatste dag aan het Como-meer toe. En smeer je goed in, Snijboon. Dat grote lichaam van je. Komt goed. Hoi, hoi. Zo, goed om Snijboon's stem weer even te horen. Nou. En volgens mij een gebroken hart. Ja, mag ik nog heel even iets over Chelsea? Want het snijden mag natuurlijk alles. Ja, het is heel interessant. Maurizio Sarri, coach van Chelsea, heeft dit seizoen ongelooflijk veel kritiek te verduren gekregen. Maar hij pakt wel een enorme prijs. Ze kwalificeren zich ook rechtstreeks voor de groepsfase van Champions League. En nou is de vraag, mag hij blijven of niet? En het interessante is dat Chelsea in ieder geval de komende 1 of 2 transferperiodes ook een transfer ban heeft. Ja. Ze mogen geen spelers meer aantrekken. En dan vraag ik me wel af, stel je ontslaat Sarri, mag je dan een speler-trainer aantrekken? Die dan als trainer wordt aangetrokken, maar wel mag spelen. Bijvoorbeeld dat je Vincent Kompany terughaalt. Weet je wel? En wie zou je dan terughalen? Frank Lampard misschien als technisch directeur-speler? Of mag je dan een groundsman-speler aantrekken? Ik weet niet. Dat we eerst moeten uitzoeken of dit wel mag.
Ja, tot zover denk ik deze wedstrijd. Wij moeten natuurlijk heel gauw door. Stadion naar... moeten we niet meer benoemen. Schandalig ja, dat het in Baku in twee zinnen. Ja, is toch schandalig. Nooit meer op zo'n plek een Europa League finale. We hebben het vorige aflevering ook al luid en duidelijk over gehad. Er is gevlacht en gefloten. Wat betekent dat wij naar buiten spel gaan? We gaan altijd de dingetjes behandelen die buiten het spel zijn gebeurd. We zijn er met z'n drieën, dus we zijn er zo doorheen. En om te beginnen bij Tim, wat heb je voor ons meegenomen? Ja, ik blijf even in de Champions League sferen. Want hebben jullie de Champions League finale, of de Afrikaanse variant van de Champions League finale gezien? Toevallig? Ik heb er wel over gehoord. Esperance Sportif Tunis tegen Wydad Casablanca. En het stond 1-0 voor Tunis. En ze hadden aan het begin van de wedstrijd gezegd, de VAR die doet het niet. Ze probeerden het wel. Mensen zaten ook in het busje, maar het scherm deed het niet. Het werkte niet. En toen in de tweede helft maakte Casablanca de gelijkmaker met een kopbal. En het was geen buitenspel, maar hij werd afgekeurd wegens buitenspel. En het rare hieraan is, in de rust werd gezegd, VAR doet het weer. Dat is het rare eraan. VAR doet het weer. Dus het doelpunt werd afgekeurd. En die spelers van Casablanca, ja, maar kijk dan bij de VAR, want het was geen buitenspel. En toen deed het scherm het op het eens niet meer. En toen kwam de voorzitter van Casablanca of van die voetbalbond, kwam het veld op. En die zei van, als het zo moet, dan gaan we niet meer verder spelen. Dus wie dat is van het veld afgegaan. En Tunis heeft de Champions League finale gewonnen. Dit kan toch niet, jongen, hedendaags? Nee, maar dat is wat je zegt. Dat kan, in Europa zal dat echt niet gebeuren. En je kan toch altijd terugvallen op het oude systeem met de scheids? Ja, maar dan was hij dus afgekeurd. Ja. Ja. En dan doorspelen. Ja, maar de wedstrijd was toch anderhalf uur gestaakt of zo? Voordat deze beslissing ook uiteindelijk kwam. Ja, die spelers waren allemaal warming-ups aan het doen op het veld. Maar er werd al ik geloof in het stadion zelfs een, of in ieder geval op televisie, een herhaling getoond, waarin je gewoon duidelijk zag dat het geen buitenspel was. Dus ja, dan breekt natuurlijk de pleuris uit, snap je? Ja. Dus dan wordt er gezegd, de VAR doet het wel in de tweede helft. En dan is het dus letterlijk een technisch mankement, wat je niet verwacht, want er wordt gezegd, hij doet het. Dat je als team niet op gelijke hoogte komt in de Champions League finale. Ja, dat is echt wel heel raar. Het is een luchtje van maffia weer. Ja, dit is, ik weet niet hoe die bond heet, maar het zou ook wel FIFA maffia zijn. Ja, of UEFA maffia of BNR maffia. Ja, waarschijnlijk BNR. Waarschijnlijk BNR. Gijs, wat heb jij meegenomen? Ja, we hebben de jingle van Loekelui nog niet gebruikt. Dus, leuk. Ja. Voormalig gast of... Ja, hij is ooit een keer te gast geweest. Italiaanse voetbalkenner Willem Haak attendeerde ons op het feit dat er iemand binnen de Italiaanse voetbalwereld rondloopt die heel erg op iemand lijkt. En die vond ik zeer leuk. Dus ik heb hem overgenomen. Het zit namelijk zo. Heel veel van de luisteraars zullen waarschijnlijk ook Game of Thrones kijken. Is dat weer een Game of Thrones? We hebben echt veel lookalikes uit Game of Thrones. Ja, maar heb je ooit die cast gezien van Game of Thrones? Het zijn alleen maar voetballers. Ja, precies. Dus ze vissen echt uit dezelfde vijver. Maar... goed, het is afgelopen. Ik zal geen spoiler alert doen, maar iedereen gaat dood. Jon Snow, hoofdpersoon, is ook opgelucht. Zo opgelucht dat hij ook zijn gig als trainer van AC Milan meteen achter zich liet. En nu volle bak waarschijnlijk op een retret gaat met Tim's vriend. Dus Gennaro Gattuso is opgestapt als coach van AC Milan. Maar dat bleek dus ook de hoofdrolspeler te zijn in Game of Thrones. Gattuso met Jon Snow. Gattuso is toch heel veel ouder? Ja, misschien had hij een cremmetje opgedaan. Ja, dat zou kunnen, of is het dan een jonge foto uit zijn spelerstijd? Nee, het is een We gaan het morgen zien op onze social media. Ik heb ook voor de verandering iets meegenomen voor buitenspel. Jammer. Het is meer echt een soort aankondiging. Wij gaan namelijk een einde seizoen special doen. En de mensen die nu, de enkelingen die ons nu al op YouTube volgen, die zullen versteld staan. Want wij zijn uitgenodigd in de Armada Music Studios van ons grote vriend Nou, nog niet onze grote vriend, maar wellicht in de toekomst Armin van Buuren. En daar gaan we een prachtige eindejaars special opnemen, waarin wij het wel en wee van onze geliefde Eredivisie gaan nabespreken. En alles wat wij dit seizoen hebben meegemaakt. En daar komt een prachtige YouTube video van, maar natuurlijk ook te beluisteren in jullie favoriete podcast app. Dus die zal in de loop van volgende week ergens online komen. En daarnaast nemen we natuurlijk ook nog in het weekend van de Nations League op de zondag. Dus er gebeurt veel. Maar wanneer? Want dan moeten we even de kapper inplannen en zo. Ja, je moet in de poederdoos. Nee, gewoon een pruik kopen. Ja, dat is beter. Maar dat was het voor buitenspel. Is Snijboon er dan trouwens wel? Snijboon is er dan weer wel. Dus misschien moeten we die camera even uitdraaien. wij gaan nu door naar de keukenkampioen. Divisie, nou dat zeg ik wel de hele tijd. Het zijn gewoon die play-offs voor promotie. Het is gewoon een feit dat er heel veel...
Ja, ik wil liever naar Europa League eerst, maar goed. Oh, we zouden het gewoon nog eens vroeger doen, weet je wat? Ja. We doen dat eerst. We gaan Europa League doen, Vitesse, FC Utrecht. Ik ben helemaal van me apropos door dat promoverhaaltje. 0-2 werd het. Gijs, is dit het beste resultaat voor Nederlands voetbal? We hebben het er vaak over gehad, maar gaat Utrecht het wel voor ons doen in Europa? Ja, dezelfde vraag stelde Wout Running ons. Kan Utrecht de poolfase halen? Dat hangt van de loting af, maar ik vind... we hebben het... Goed, ja, dat is een uitstekend antwoord. Ja, nou ja, zeker. Maar ik vind, ja, qua continuïteit is dit het beste. Ja. We hebben het al 2 of 3 keer benoemd. Vitesse, we hebben geen idee wat er volgend jaar voor groep staat. En bij Utrecht heb je wel een soort van geraamte dat daar staat. Dus ik heb meer vertrouwen in FC Utrecht in Europa volgend seizoen. Ook omdat ik het echt heel erg leuk vond om te zien hoe erg ze het vierde. De tweede voorronde van de Europa League. Het was echt als een soort beker of prijs. Werd het echt gevierd door Dick Advocaat en zijn jongens. Dus dat betekent dat ze wel echt met het publiek erachter volle bakken voor zullen gaan voor die Europese punten. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel goed. En de wedstrijd naar zelf was ook totaal verdiend voor FC Utrecht. Brian Linssen zei het ook. Ze waren op alle vlakken afgetroefd. 0-1 van Cyriel Dessers. Ben benieuwd of hij toch het niveau van de Eredivisie aan kan. En 0-2 na een fantastische steekbal van Lionel Bahibek. Die werd afgemaakt door Gustafsson. Gijs, ik ben zeer uitgesproken over Dessers. Ik denk de enige reden waarom hij opvalt in de playoffs is omdat de rest 35 wedstrijden heeft gespeeld dit seizoen. Zou kunnen. Want ik ben absoluut geen fan. Ik vond hem bij NAC in de Jupiler League destijds, vond ik hem al matig. Nee, ik ben absoluut geen fan. Dus ik denk niet dat hij het aan kan. Maar misschien zullen de Utrechters boos op mij worden. Nou, maar de Utrechters waren enorm blij. En ik vond het eigenlijk fantastisch om te zien. Ja. Dat feest werd, wat daar werd gevierd, omdat jouw ploeg Europa ingaat. Mij maakte het eigenlijk nog enthousiaster over deze play-offs in zijn totaal. Omdat dit soort taferelen die we dan nu bij SC Utrecht zagen en een paar mooie potjes, zeker rondom de promotie, rondom het promotievoetbal, denk ik, nou, dat is toch eigenlijk iets heel speciaals. Als FC Utrecht door, weet ik veel, 4e, 5e of 6e te worden, uiteindelijk Europa in was gegaan zonder een play-offs, dan hadden we al dat genot van de Utrechtenaren moeten missen. Nou ja, dan waren ze misschien veel blijer geweest vlak na de competitie. Dat denk ik dus niet. Ik denk dat wel... Zo'n eruptie van enthousiasme eruit komt aan het eind van zo'n playoff toernooitje. Je hebt nu dan wel het geluk dat volgens ons de juiste club doorgaat. Hè? Het gevaar met die playoffs voor Europees voetbal is dat je ook een gelukzoeker als bijvoorbeeld Heracles Almelo, met alle respect. Of Heracles heeft ADO een keer gehad. Of ADO, dat die dan in één keer Europa ingaan. En dat is natuurlijk echt verschrikkelijk voor het Nederlandse voetbal. Dus nu heeft het goed uitgepakt. Ik vind dat ze die play-offs voor Europees voetbal af mogen schaffen. Behalve misschien een finale tussen plek 4 en 5. Maar die degradatie, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar die gaan ze nu dus juist aanpassen. Ja. Namelijk verkleinen. Ja, maar jij zegt dat wel leuk is. Wat dan... Het is wel een beetje bekend. Dat is dan ook slecht voor de Eredivisie dat je die play-offs hebt in het degradatievoetbal. Want daar kan je ook 10e worden en uiteindelijk alsnog promoveren. Laten we meteen naar die wedstrijd gaan dan. Ja, gaan we. Want het was namelijk de nummer 10, hè? Ja, precies. Pakken we dan meteen die wedstrijd? Ja, dat is wel, namelijk RKC tegen Go Ahead. Dit is... uit bij Go Ahead Eagles, 4-5. Dit is toch de beste wedstrijd. Dit gewoon was een van de beste wedstrijden van het seizoen. Moeten we anders hier even... Zeker. Ja, dankjewel. Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week. Ja, dit was een prachtpot, maar ga los, Tim. Ja, maar zoiets hebben we dit hele seizoen niet gezien. Maar ik vraag me dan af, waar komt dat dan door? Komt dat dan doordat er zoveel spanning op staat? Want ik zag een zeer ervaren verdediger, Jeroen Veldmaten, die wilde uitverdedigen. Ja. Die raakt die bal eerst met rechts, hij is links. En maaide daarna volledig een mis, waardoor die bal krijgt tegendoelpunt. Waar komt dat nou door? Is dat vermoeidheid? Is dat spanning? Want als je zegt in de allerlaatste wedstrijd van degradatie, en het wordt 4-5. Ik hoorde commentator Leo Driessen zeggen, als je dit als filmscenario indient, wordt het afgewezen, want het is ongeloofwaardig. Ja. En hij heeft er gelijk in. Zeker. Ja, ik weet het niet. Het enige is, voor beide ploegen stond natuurlijk promotie op het spel. Dus het was niet dat de een heel erg angstig was om te degraderen. Dus dat zou er iets mee te maken kunnen hebben. Aan de andere kant lag de druk wel echt bij Go Ahead. Qua budget, qua allure. Thuisspelen. Thuisspelen na een redelijk resultaat bij RKC. Ja, dan staan ze ineens met 0-2 achter. Dan komen ze volgens mij gelijk. En uiteindelijk in de allerlaatste minuut komen ze zelfs nog voor... Met 4-3. Nou, een eruptie die volgens mij tot aan de Oost-Duitse grens te horen was. Van geluid daar in Deventer. En ja, wat er dan die minuten daarna gebeurde. Ik vergeleek het een beetje in mijn hoofd met de sfeer die je had naar Ajax Spurs.
echt jongen, het stadion in de Vetkampstraat stond in vuur en vlam. En daar kwam volgens mij Stijn Spierings met een geniaal doelpunt. Die raakte de bal echt zoals hij hem nooit eerder en nooit later zou raken. Die zoefde in het net en alleen dat kleine uitvakje met ongeveer 9 Waalwijk Fanatics, dat sprong ongeveer uit zijn voegen. Het was echt fantastisch om te zien. Ja, Pieter Langendijk, die scoorde de 4-3 hè, voor Go Ahead Eagles. Ja. Die is eigenlijk groot geworden bij RKC, want die was mislukt bij Eindhoven. Die had 17 doelpunten of zo gemaakt bij RKC toen. Is er naar Go Ahead gegaan. Die komt er niet helemaal aan de bak. En dan schiet hij, ja, 100% zeker, schiet hij eigenlijk Go Ahead in de Eredivisie in. Ja. En dan, daarna scoren ze dus nog 2 keer, die andere tegenpartij. Ja, wat het helemaal mooi maakt voor RKC is, in de rust was er een verzorger of de clubarts werd onwel in de kleedkamer. Super heftig. Ja, heel heftig. Iedereen, heel veel spelers in tranen. En nadat Grim heeft die spelers op een gegeven moment weggehaald uit die kleedkamer, is naar een ander kleedkamertje gegaan en heeft daar in die paar minuten nog geprobeerd die jongens een beetje op te peppen. Maar ja, als je dat kan, dan ben je wel een ongelofelijke people manager, Gijs. Ja, oké, maar aan de andere kant, het is niet dat ik ben het met je eens, maar normaal gesproken vlieg je eruit. Als je in de 90ste minuut de 4-3 tegenkrijgt. Weet je wel, dus zo kan je het ook zien. Nee, maar Gijs, als zoiets gebeurt, ben je toch zo van je apropos, dan kan je bijna niet meer spelen, denk ik. 100%. Dus maar ik vind het knap. Al met al, inderdaad, wat jullie al zeggen, er gebeurde met die man enorm veel. Ja. Het was uiteindelijk een prachtige wedstrijd die in het voordeel viel voor Waalwijk. En we hebben het gisteravond al veel gehoord, het You'll Never Walk Alone. Nou, de slogan van Waalwijk is You'll Never Wolk Alone. Want zo noemen de Waalwijkenaren Waalwijk. Wolk, dat staat serieus daar op te wanden. Wat ik nog wel heel mooi vond aan deze pot, wat denk ik de personificatie was van mooi promotievoetbal, hoe vet het wel niet kan zijn, dat je ook allemaal nieuwe spelertjes weer leert ontdekken. We hadden er vorige week al over, vorige aflevering, en nu ging ik er een beetje op letten. Die Tahiri, die Anas Tahiri van RKC, dat denk ik ook. Weet je, dit zijn precies de spelers, wij kijken dan relatief veel eredivisievoetbal. Zelfs al had hij in de eredivisie gespeeld onderaan, dan valt zo'n jongen niet op. En nu door een paar potjes hier te kijken, ben je al helemaal warm gemaakt voor zo'n nieuw gastje. Die komend seizoen gewoon elke zondag of zaterdag te bewonderen valt in de eredivisie. Zeer leuk is dat. En Daantje 040 wil ik graag weten van ons. Hoe gaat RKC het volgend jaar doen in de eredivisie? Nou ja, je zou maar RKC-fan zijn op dit moment. Hè? Je krijgt gras volgend jaar, wat al zalig is. Je krijgt 2 miljoen uit de eredivisiepot. En je krijgt 4 miljoen uit de Frenkie de Jong-pot. Je hebt nu, volgens mij, de 4 voorste spelers zijn bijna gewoon onderkant rechter rijtje eredivisie waardig. Hansel gaat weg dan. Hansel gaat weg. Misschien dat ze nog een leuke andere speler kunnen huren. Ze moeten misschien wat achterin nog wat halen. Maar ja, 2-3 voltreffers en je blijft er gewoon in, hoor. Ja, zeker. En nog 1. Wie weet, we hebben het gezien met Fortuna. Maar Grim blijft, in tegenstelling tot Stegeman. Ja. Tot Stegeman, want ik vraag me dus af, want hij heeft dus voor die wedstrijd heeft hij al een akkoord met PEC, neem ik aan. Want die dag erna kwam dat uit. Ja. En het schijnt ook dat hij een hele slechte verliezer is normaal, John Stegeman. En dat hij nu opvallend rustig was. Ja. Nou, dat het dus 4-5 is geworden in de laatste minuut. Glimlachend stond hij daar arm in arm met Fred Grim. Ja, soort van. En dat is toch heel raar. Hij is natuurlijk van Heracles naar PEC, naar Go Ahead gegaan, wat al redelijk gevoelig is. En dan van Go Ahead naar PEC, wat aardrivalen zijn. Ik ben het wel met Mark Flutters eens, die vroeg kan Stegeman het maken. Ja, ik vind de timing heel ongelukkig. Ja, ik ga dan toch even dit makkelijke bruggetje maken. Ongelukkige timing en hele gevoelige overstappen. Dat brengt ons wel naar de laatste wedstrijd. De Graafschap tegen Sparta Rotterdam. Dat werd 0-2. Want dan hebben we het over Henk de Jong. Die eerst zijn toekomstige ploeg uitschakelde. En daarna zijn huidige ploeg uitschakelde, de Graafschap. Dit waren wel de zuurst mogelijke play-offs voor hem, hè? Ja, absoluut. Ja, 2 kansen om het volgend jaar. 2 kansen om het echt goed te doen. Dat is of de Graafschap erin houden. Hij was eigenlijk de enige trainer die 2 teams had in deze play-offs. Ja. En zijn allebei uitgeschakeld. Ja, dus het is wel echt het zuurst mogelijke scenario. Wel blij dat Sparta weer terug is in de divisie waar het hoort. Nou, dat vind ik heel leuk. Want Sparta is een prachtige club. Maar ik vind het wel doodzonde dat Royce en Drenthe weggaat. Want Drenthe was een speler geweest. De enige speler die dezelfde achternaam ook in die provincie kan spelen. Namelijk uit bij Emmen speelde Drenthe in Drenthe. Maar dat gaat dus nu niet gebeuren. Dat vind ik wel heel alleen erg daarom vind ik jammer. Ja, misschien een andere eredivisieclub. Nou ja, maar die is toch klaar. Sparta, goed dat ze terug zijn. Prachtige jeugdopleiding. Die horen er gewoon in. Maar ik vind dat de Graafschap eigenlijk er ook in hoort. Ja, ik ga ze missen. Laten we wel Alleen wezen. Ik gun het RKC
zeker. Maar ik vind dat RKC minder Eredivisiewaardig is als club. Ja. Nee, ja. Maar ik vind het wel mooi. Volgens mij heeft elke objectieve Eredivisie-fan dit jaar onwijs genoten van de fanscharen van de Graafschap. Zeker. En ook bij Tijd en Weilen. Heel leuk voetbal. Mm-hmm. Jammer, maar die gaan waarschijnlijk heel veel furoren maken in de keukenkampioen divisie nog tot slot. Ik heb ook genoten van Veldwijk, toch? Ik vond het weer heerlijk om veel potjes van hem te kunnen zien. Gijs, jij zei vorige aflevering, hij moet eigenlijk niet onderaan in de Eredivisie gaan voetballen. Volgens mij lijkt het er nu toch op dat hij weer bij Sparta gaat spelen. Ja. Zeg je nog steeds slechte keus? Ik snap het van hem wel. Want anders moet hij terug naar de keukenkampioen divisie, waar hij in de top mee gaat doen. Maar ja, ik vind toch dat hij bij een club moet spelen die heel veel in de 16 van de tegenstander speelt. Want hij heeft niet de snelheid om diep te gaan. Hij is niet al te bewegelijk. Dus of op de bank bij een grotere club, of lekker spits in de keukenkampioendivisie. Ja, maar Gijs, er zijn zoveel spitsen die net niet goed genoeg zijn voor het linkerrijtje in de Eredivisie. Maar die hebben dat toch een klote seizoen? Ja, maar dan... Ik ben er bang voor, helaas. Ik zou het jammer vinden, maar ik snap wel dat hij blijft. Ik snap het wel. Aanvoerder. Hij is nu echt wel beter dan toen. Toen dat hij bij Groningen... is dat niet helemaal uitgekomen. Hij is nu ouder. Hij heeft vertrouwen, hè, want hij heeft echt een prima seizoen gehad. Dus ik denk dat hij door gaat trekken. De Eredivisie is normaal gesproken echt een speeltuin voor spitsen. Dus zeker waar. Ik gun hem een mooie herkansing. Oké. Wij gaan het daarbij laten, want we naderen het einde van de aflevering, waarin we altijd onze voorspellingen peilen, die eigenlijk altijd juist zijn. En zo niet, dan noemen wij dat... Vermoeden van matchfixing, moet wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Ik pronkte net al met een eventuele eindejaars special. Maar wij nemen dus sowieso volgende week ook een aflevering op rondom de Nations League. En laten we beginnen bij Nederland-Engeland. Wat voorspellen wij hier, heren? Om te beginnen bij Tim. Ik zie jullie allebei heel pijnzend kijken. 2-1 voor Nederland. 1-0 voor Nederland. Ik denk 0-2 voor Engeland. En dan wie, is het, Snijboon. Wie hopen jullie trouwens nog dat een filmpje gaat opsturen voor Philippe Gijs? Trump. Zou dat het ultieme zijn? Ja, dat zou voor mij echt. Of Kim Jong-un. Dat zou ik mis zijn. Ook nog wel een vrouw. Kunnen we niet nog een leuke vrouw gek dikken? Ik ken geen leuke vrouwen. Ik ga even. Maar wie zou voor jou echt de ultieme zijn dan? Nee, niet. Desnoods gewoon iemand van de Libin, Miedema of zo. Die een leuk filmpje van de wereld, hè, bedoel ik. Kim Jong-un vanuit Noord-Korea. Melania. Melania Trump. Nee, jongens, oké. We zijn klaar met deze aflevering. Het is snikheet hier. Wij moeten ook nog eten trouwens. Dat kunnen we nu. Ja, ik heb echt heel erg honger. Oké. Sterven ze honger. Wij zijn er in ieder geval weer volgende week. Er is nog genoeg te bespreken de komende tijd over voetbal. Dus blijf vooral luisteren. Hou je podcast-app in de gaten. En hou dus ook YouTube in de gaten binnenkort. Als en Twitter. Je dat niet al deed. En natuurlijk Twitter. En dan hoor je ons gauw weer. Tot dan. Ja.